Voor de een is LPG een wondermiddel. Voor de ander is het een voetveeg. Voor de ene automobilist staat het licht op groen vanwege de enorme besparing. Voor de andere automobilist staat het licht op rood. Veelal uit vrees, omdat de LPG-tank gezien wordt als een gevaarlijke bom in de auto. Aan de hand van de volgende beelden zullen we u laten zien dat deze vrees onjuist en ongerechtvaardigd is. De LPG-tanken van Landy Den Hartog worden gefabriceerd bij Witte van Moord in Vriezenveen. Een voor Nederland unieke plaatverwerkende industrie die zich gespecialiseerd heeft in de ontwikkeling, de constructie en de fabricage van LPG-tanks en gasflessen. Dit specialisme staat garant voor een uiterst veilig en betrouwbaar product. Het beantwoordt volledig aan de eisen van veiligheid en kwaliteit die Landy Den Hartog aan de LPG-installatie stelt en dus ook aan de LPG-tank. Uiterst moderne en verfijnde lasapparatuur zorgt via unieke en uitgekiende systemen voor een absoluut betrouwbare lastnaad. Elke LPG-tank moet volgens richtlijnen van de dienst voor het stoomwezen worden vervaardigd en wordt onderworpen aan een uitermate strenge keuring. In opdracht van dezelfde dienst voor het stoomwezen worden röntgenfoto's gemaakt van alle lastnaden van de LPG-tank. Deze röntgenfoto's worden beoordeeld door een ambtenaar van de dienst voor het stoomwezen, waarna een rapport wordt gemaakt met alle test- en meetgegevens van materiaal en constructie van de LPG-tank. Nadat de tank is goedgekeurd, wordt een bewijs van keuring afgegeven. Voor elke tank van Landy Den Hartog is een attest aanwezig. Tevens wordt als bewijs van keuring door het stoomwezen een keurmerk in de vorm van de Nederlandse leeuw op de appendageplaat ingeslagen, wat een 10-jarig gebruik garandeert. In de nu volgende proef wordt de LPG-tank door middel van water op zo'n 120 atmosfeer gebracht. Dat is het moment dat de tank scheurt, de zogenaamde barstdruk. De druk in een tank gevuld met vloeibaar LPG kan nooit verder oplopen dan 17 à 18 atmosfeer. Er kan van een zeer ruime veiligheidsmarge gesproken worden wanneer we weten dat elke tank getest wordt op minimaal 30 atmosfeer. In geval van deze proef barst de tank pas nadat deze een druk heeft doorstaan die 6 keer zo hoog is als maximaal is toegestaan met LPG. Over veiligheid gesproken. In opdracht van Landy Den Hartog testte TNO in Delft de constructie van de LPG-tank op het tankframe. Op de botsbaan van TNO werd deze constructie afgeschoten op een massief stuk beton. Zonder overdrijven kunnen we stellen dat een Landy Hartog LPG-tank, gemonteerd in een personenauto, sterker en alleen al daardoor veiliger is dan een benzinetank, die bij een botsing gemakkelijk kan openbarsten, met alle gevolgen van dien. Dat de veiligheidsmarges van de Landy Hartog LPG-tank zeer royaal zijn, blijkt uit de test waarbij functie en werking van het overdrukventiel worden getoond. Bij deze opstelling wordt de druk geforceerd opgevoerd door middel van 16 branders. Zodra de druk is opgelopen tot 17 atmosfeer, opent zich het overdrukventiel. Door toepassing van deze veiligheid kan de druk in de tank nooit hoger oplopen dan 17 à 18 atmosfeer, zodat de LPG-tank nooit kan exploderen, zelfs niet bij brand. In geval van leidingbreuk slaat deze afnamekraan automatisch dicht. Het overdrukventiel voorkomt dat de druk in de tank hoger oploopt dan 17 à 18 atmosfeer. Met dit pijlventiel kan worden vastgesteld wanneer de tank voor 80% gevuld is. De brandstofmeter geeft de hoeveelheid brandstof in procenten aan. Na het tanken sluit de vulklep automatisch de doorgang van LPG hermetisch af.